Hoi Ronald, welkom bij de halve finales van het Open Air Kampioenschap Poker in Boksel. Ja, de grote vraag is, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, waarom ben je er klaar voor? Vorige week een oefenrondje gedaan in de halve finale in Riesenburg. Helaas op plek 15 eindigd. Dus, het is net niet genoeg voor een halve finale ticket. Maar een beetje gewend kunnen raken aan de structuur, een beetje gewend kunnen raken aan de manier van spelen. Dus ik ga ervan uit dat het vanavond helemaal goed gaat komen. Ja, nou, helemaal goed om te horen. Wat is het verschil tussen het spelen van de halve finale en de voorronde? Er zit een klein verschil op de manier qua structuur. Dus je hebt limieten die iets langer duren, dus je hebt iets meer tijd om te kunnen spelen. En het grote verschil is dat je hier met mensen zit die allemaal op een prestatie hebben gezet. Dus allemaal mensen die verstand hebben van het spelletje. Het niveau is dus gewoon toch wel hoger dan tijdens de voorronde. Ja, oké. Okay. Je hebt je dus sowieso twee keer geplaatst van de halve finale. Ja, drie keer zelfs. Drie keer zelfs. Waar heb je je geplaatst? Ik heb me geplaatst in mijn eigen dorp, in Helwijk. Ik heb me geplaatst in Utrecht. Daar ben ik twee keer allebei vier. En met Wildcards in Rotterdam en in Hellevoetsluis de halve finale ticket bemachtigd. En dat is morgen in Oostrijen. Ja, nou, je werd vooraf in de voorbeschouwing een beetje genoemd als mensen die kans maken op een finale plek. Ik zag het, ja. Hoe kijk je er zelf naar? Als het lukt, dan lukt het, dan lukt het niet. We hebben een leuke avond gehad. Ja. Verder, ik denk dat iedereen gelijke kans heeft. En ik hoop dat mijn vaardigheid een doorslag gaat geven in combinatie met heel af en toe dat klein beetje toernooidruk wat je nodig hebt om echt goede resultaten te krijgen. Ja, nou, dankjewel. Dit was hem. Heel veel succes vanavond. En bedankt. En tot in de finale. Hoi.